Neutronensterren hebben een ongelooflijk sterke zwaartekracht. En het gevolg daarvan is dat alles wat net iets te dichtbij komt, aangetrokken wordt en gevangen wordt door de neutronenster. Een deel daarvan valt dan op die ster en dat geeft een soort regen van sterrenstof. Maar een groot deel wordt ook weggeschoten in een soort stralen uit een waterpistool. We hebben 40 jaar lang gedacht dat dat wegschieten alleen maar kon gebeuren als die neutronenster niet echt magnetisch was. En wat ik nu in mijn promotieonderzoek ontdekt heb, is dat dit ook gebeurt als die neutronensterren de sterkste magneten van het heelal zijn. En eigenlijk is dat best wel een grote ontdekking. Nou, er zijn grof gezegd zijn er twee manieren waarop je onderzoek kan doen als sterrenkundige. Je kunt of meer aan de waarneemkant zitten. Dat betekent dat je naar telescopen toe gaat, dat je die gebruikt en dat je eigenlijk het heelal vastlegt als een soort fotograaf. Of je kunt meer aan de theoretische kant zitten en dan ga je berekeningen doen, theorieën verzinnen en proberen die waarnemingen uit te leggen. Ik zit zelf aan die eerste kant, ik ben een waarnemer, dus ik gebruik de telescopen. En daarbij focus ik me op het bestuderen van neutronensterren. Nou, wat is nou een neutronenster? Dat is, je pakt de zon en je pers die samen tot de grootte van Amsterdam. Dan hou je een hele extreme kleine ster over die heel snel om zijn as draait, die ongelooflijk magnetisch kan zijn. En wat je dan ook kan hebben is dat die neutronenster en een gewone ster om elkaar heen draaien. En dat die neutronenster dan langzaam de buitenste gaslagen van die gewone ster op gaat eten. Een deel daarvan eet hij op en een deel braakt hij als het ware uit in het heelal eromheen. En dat is het proces wat ik met mijn telescopen bestudeer. Nou, de meest dichtstbijzijnde, hongerige, etende neutronenster, die staat heel ver weg, duizenden lichtjaren. En dat betekent dat dit hele proces van eten en uitspugen, dat is één pixel als je daar kijkt met een röntgentelescoop. Het gevolg daarvan is dat we heel veel slimme trucs moeten uithalen om dit te bestuderen. Eén ding wat we bijvoorbeeld doen is je kijkt naar hoe die pixel verandert in de loop van de tijd. Dus als ik naar een telescoop kijk of door een telescoop kijk, dan zie ik geen mooi plaatje, maar dan krijg ik heel veel ingewikkelde gegevens, heel veel informatie. Daar maak ik dan grafieken van die de voorspellingen van theorieën gaan testen. En op die manier kunnen we kijken, kloppen de theorieën die mensen hebben? Moeten die eventueel aangepast worden? En een voorbeeld daarvan is de jets die ik vond, die niet zouden mogen bestaan. Nou, het leukste is heel erg de spanning en de excitement van het doen van een ontdekking. Elke keer als je je telescoop gebruikt, elke keer als je nieuwe data bekijkt, dan is er de kans dat daar iets heel nieuws en bijzonders in zit. Meestal is dat niet zo. Meestal zie je dingen die je verwacht, die je al een keer gezien hebt. En soms kan dat een beetje saai zijn dan. Maar af en toe heb je geluk en dan zit er opeens iets compleet nieuws en iets compleet onverwachts in. En dan weet je ook, ik ben de eerste die dit gezien heeft ooit. En dat is een fantastisch gevoel en dat zorgt ervoor dat wetenschap echt een soort ontdekkingsreis is eigenlijk. Faces of Science.